Hallo. Hi. Hey, die is leuk. Ja, voor jou wel, maar niet voor mama. En hoeveel kost deze? Deze is 15 gulden. En dit? 12,50. Ach, het is hopeloos. We hebben gewoon niet genoeg geld. We kunnen niks kopen. Wat zoeken jullie eigenlijk precies? Binnenkort is mama jarig. Moet toch iets voor haar kopen? Ja, tuurlijk. Hoeveel hebben jullie dan? Een tientje. Oh, maar dan heb ik misschien wel iets voor jullie. Wacht even. Kijk eens wat ik hier heb. Een mooie kist met zaagsel. Een kist met zaagsel? Wat hebben we daar nou aan? Nou, erg handig voor de hamster van jullie moeder. Ja, maar ze heeft helemaal geen hamster. Je weet maar nooit wat er nog meer in zo'n mooie kist zit. Een tientje vraag ik ervoor. Ach, kom op, Sil. Laat hem maar kopen. Dan hebben we tenminste iets. Nou goed dan, het is best een mooie kist. Misschien kan mama de sieraden erin doen. Je weet maar nooit wat er nog meer in zo'n mooie kist zit. Jee, ik krijg al aan mijn arm. De kist is wel zwaar, zeg. Maar zaagsel is toch niet zo zwaar? Laten we eens in de kist kijken. Jee, hij heeft ons vast de verkeerde kist gegeven. We moeten hem terugbrengen. Dit kan nooit een goede kist zijn. Kom op. Het is niet pluis. Nou ja, laten we de kist dan maar mee naar huis nemen. Dan kijken we thuis wel verder. Toe dan, maak open die kist. Oké, kijk dit nou. Yo, gekkie. En dit dan? Wauw. Hey, wat is dit nou? Zou ik niet weten. Een soort pop of zo. Er staat allemaal wat op. Vreemde tekens, zeg. Het is zeker een soort geheimschrift. Ja, tuurlijk. En dit is de vertaling. Lees eens op. Gegroet. Heer van het licht, mogen u aan mij mijn mond geven, opdat ik ermee kan spreken. Mauw. Eindelijk. Na 3000 jaar, mauw, waar ben ik eigenlijk? Ben ik soms in het dodenrijk aangekomen? Sta ik voor de poort van koning Osiris, rauw? Nou, nee, niet precies, nee. Nee joh, we zitten hier in Leiden. En van wie hoor ik dan die stemmen, rauw? Ik heet Bas. En ik ben Sylvie. O jeetje. Ik ben bang dat hier iets goed fout is gegaan. Maar nu je hier toch bent, wie ben jij dan en waar kom je vandaan? Wel, ik kom uit het land Egypte. Mijn naam is Mau. Mau uit Memphis. En ik ben 3000 jaar geleden geboren. Egypte, Egypte. Doe lichtjes aan. Kijk, hier is Nederland. Egypte. Even kijken. Ja, hier is het. Mauw. Hebben jullie Memphis gevonden? Nee, Memphis staat er niet op.
Oh, jawel. Dat moet toch wel, Rauw? Je wou me toch niet wijsmaken dat Memphis van de aardbodem verdwenen is? Nee, echt niet. Maar Cairo wel. Cairo staat er wel op. Dat komt me niet zo bekend voor, geloof ik, Rauw. En een rivier, de Nijl? Oh, gelukkig. Dan klopt er tenminste nog wel iets op die bol van jullie. De Nijl. Mauw. De grootste rivier in de wereld. Maar Memphis? Verdwenen? Wat jammer nou. Mauw. Memphis verdwenen. Oh. Nou. Ik denk dat ik maar weer een oogje dicht doe. Oh, doe nou. Je zou van alles kunnen vertellen. Je bent 3000 jaar oud. Dat is toch ongelooflijk? Hoe was het toen? Nou goed dan. Nog even. Totdat ik weer in slaap val. Waar moet ik beginnen? De Nijl? Oh, de Nijl. De eeuwige rivier, Rauw. Zonder de Nijl zou Egypte helemaal niet bestaan, Mauw. De mensen zeiden vroeger wel dat Egypte het geschenk van de Nijl was. Dankzij de Nijl konden we bijvoorbeeld het hele land zonder problemen doorkruisen, Rauw. Want de golfstroom ging de ene kant op en de wind waaide meestal de andere kant op. Je kon je dus of met de golfstroom mee laten drijven, Rauw. Of je hees de zeilen en je zeilde zo tegen de stroom in, de andere kant op. De beste boten waren van hout. Maar omdat we niet zoveel bomen hadden, maakten we ook boten van papyrusriet. En die papyrusplanten, dat is dus ook iets wat de Nijl ontschonk. Je kon ze overal langs het water vinden. En als je de rietstengels eenmaal in stukken had gesneden en had gedroogd, dan had je goed en sterk bouwmateriaal. Als je deze stengels goed strak samenbond, dan kon je een stevige boot maken, Rauw, waar je op kon vertrouwen. Maar waarom was de Nijl dan zo bijzonder? Ja, boerrivieren zijn toch zo, om op te varen? Ha! Maar stromen ze ook zo over, net als de Nijl? Nee, dat doen ze niet. Je kon er de klok op gelijk zetten. Want één keer per jaar stroomde de Nijl helemaal over zijn oevers. En juist dat was het geheim van Egypte. Mauw. De rivier trad dan buiten zijn oevers. En het water stroomde met volle kracht over het land. Rauw. Daar bleef het zo'n 6 weken liggen. En dan zakte het water weer. Maar het liet wel een flinke laag zwarte modder achter op het land. En die modder was heel belangrijk, want het maakte de grond zeer vruchtbaar, Rauw. Zonder die modder zou Egypte een en al woestijn geweest zijn. Kijk, daar is woestijn aan beide kanten van de Nijl. En precies in het midden ligt die dunne strook met vruchtbaar land, Rauw. De woestijn werd vroeger wel het rode land genoemd, omdat er zoveel rood zandsteen te vinden was. En het vruchtbare strookje moddergrond, vlak naast de rivier, heette het zwarte land, Mauw. En omdat die strook grond zo vruchtbaar was, waren de Egyptenaren dus ook heel goede boeren. Maar ja, ze hadden dan ook wel veel te danken aan Osiris, Rauw. Osiris was een van de eerste koningen van Egypte. En hij leerde zijn volk hoe je als boer moest werken op het land. Hij leerde zijn volk hoe je het droge land vochtig kunt houden met behulp van een shadouf. De Nijl stroomt nogal laag onder de velden langs. Maar een shadouf kan het water omhoog brengen, zodat je de hete, droge grond kunt besproeien. Rauw. Aan de ene kant van de balk hangt een zwaar gewicht, waardoor de emmer aan de andere kant van de balk weer omhoog komt.
zodat je makkelijk het water omhoog kunt scheppen. Mauw. Osiris leerde de Egyptenaren ook hoe ze moesten ploegen, hoe ze hun grond moesten bewerken en hoe ze moesten zaaien. Ze gebruikten dan geiten om de zaadjes de grond in te trappen. Rauw, dat was makkelijk. Je lokte de geiten met sappig plantenvoer. En terwijl ze dan zo achter je aanliepen, trapten ze met hun hoeven de zaadjes de grond in. Mauw. Ja, het was dus Osiris die het boerenwerk naar Egypte bracht. Rauw. En toen hij stierf, daalde hij af naar het dodenrijk, waar hij de god van de onderwereld werd. Mauw. Hoe ging dat dan? Oh, dat is weer een verhaal apart. Nou, vertel op dan. Ach ja, waarom ook niet? Het is een sterk verhaal. Rauw. Zoals ik al zei, Osiris was dus de koning van Egypte. Hij regeerde samen met zijn vrouw, koningin Isis. En hij was een echte koning. Hij was wijs, eerlijk en knap. Rauw. Heel het volk was dol op hem. Ach, alles was goed in het oude Egypte. Mauw. Nou ja, misschien ook weer niet alles. Osiris had een broer die Set heette. En Set was jaloers. Hij had het hoofd van een monster. En zijn ziel, die was ook beestachtig. Rauw. Lelijk van buiten en lelijk van binnen. Set wilde zelf ook graag koning worden. Rauw. En hij haatte zijn broer omdat hij zo geliefd was. En daarom bedacht Set een plannetje. Mauw. Hij timmerde een mooie kist in elkaar en nam die mee naar een koninklijk feest dat Osiris gaf. Set zei dat degene die precies in de kist paste, de kist mocht hebben. Mauw. En alle gasten probeerden of ze in de mooie kist pasten. Maar ze waren allemaal net iets te klein of te groot. Rauw. Ten slotte liet ook koning Osiris zich in de kist helpen. Ha, en je raadt het al. Hij paste precies. Mauw. Zoals Set dus al wist. Maar in plaats van Osiris eerlijk de kist te geven, sloeg Set de deksel dicht. Knal! Arr. Terwijl Sets meegekomen vrienden de feestende gasten op een afstand hielden, rauw, verzegelde Set de kist met lood. En Osiris stierf. Waarna Set de kist in de Nijl gooide en hem weg liet drijven. Mauw! Koningin Isis was kapot van verdriet. Wekenlang zocht ze naar de kist. En toen ze hem eindelijk vond, nam ze hem mee terug naar het paleis. Rauw. Maar Set liet dit niet zomaar toe. Mauw! Hij was vast besloten om voor eens en voor altijd van zijn broer Osiris af te zijn. En daarom haalde hij het lichaam van Osiris uit de kist en scheurde het in 14 stukken. Rauw. En die stukken strooide hij uit over heel Egypte. Maar Isis, geduldige liefhebbende Isis, ze gaf niet op. Rauw. Ze zocht alles af. En één voor één vond ze de 14 stukken. En ze pasten het lichaam weer als een puzzel in elkaar. Rauw. Samen met haar vrienden wikkelde ze het lichaam in doeken. En zo gaf ze Osiris alsnog een gepaste begrafenis. Mauw. En omdat zij dat zo deed, kon Osiris voor eeuwig verder leven in het dodenrijk. Zoals de Egyptenaren geloofden. Oh, maar nou ben ik moe. Ik kan mijn ogen niet meer open houden. Rauw. Al dat gepraat, dat ben ik niet meer gewend. Laat me maar een tijdje met rust. En maak me dan wakker als ik uitgerust ben. Hebben jullie het kaartje met de spreuk nog steeds, Mauw?
Ja. Oké. Maak me over precies een week maar weer wakker. Rauw. Dan zal ik jullie meer vertellen over het oude Egypte. Oh.